Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update. Naar de verloren wedstrijd hier thuis in de Goffert. Het werd 1-2 voor FC Utrecht. En dat voelde zuur bij NEC. Ja, ik denk dat je het gevoel hebt dat er wel meer in zat. En dat we minimaal een punt hadden verdiend. Zeker op basis van de tweede helft. En als je ook kijkt naar de tegendoelpunten, die vallen niet lekker. Dus dat geeft een extra zuur gevoel. Ja, een fout van Roes weer, hè? 1-2, ja, fout van Robin. En ik denk de 1-0 of de 0-1 ook. Hè. Dan vrije bal waarbij zij zo makkelijk wegdraaien in de as. We pakken het duel niet goed. Dus ja, dat zijn twee beslissende momenten geweest. Hè. Want uiteindelijk is het verschil tussen ons en Utrecht denk ik heel klein. En dat bepaalt wel het verschil. Een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft. In die tweede helft waren er zeker nog kansen om die 2-2 te maken. Toch lukte dat niet. Nou, volgens mij na de 1-1 hebben we drie momenten dat we de 2-1 kunnen maken. Hè. Een kopbal, Robert die de bal teruggelegd krijgt van Koki en een klutsbal. Dus, ja, weet je, dat zijn eigenlijk momenten die heel belangrijk zijn. Hè. Want als je terugkijkt hoeveel heeft Utrecht er gehad in de wedstrijd om echt tot scoren te komen. Dus er zit ook niet zo heel veel verschil tussen. En dan, volgens mij hadden wij na de 1-1 momentum, alleen hebben we niet doorgedrukt. En ja, krijgen natuurlijk een domper met de 1-2. Ja, terwijl de lampen hier inmiddels zijn uitgegaan in de Goffert, gaan we naar het mooiste doelpunt van vanmiddag. Soontje Hansen. En toch leverde dat geen punten op. Ja, klopt. Ik denk ook na die goal dat wij dachten van oké, er valt iets te halen. Omdat we natuurlijk een hele slechte eerste helft hadden gespeeld. Maak ik snel dus in de tweede helft de 1-1. En dan, heel jammer genoeg, maken we snel daarna de 2-1. Ja, en dan vind ik ook weer dat wij een beetje weer achteruit gaan in onze kwaliteiten. En ja, jammer genoeg verliezen we deze wedstrijd. En was echt heel onnodig. Er zat wel een groot verschil hè, tussen de eerste en de tweede helft. Hè? Ook bij jou wel, hè? Ja, klopt. Bij mijzelf ook heel dramatisch. Heel dramatisch, heel slecht. Ik weet niet waardoor het kwam. Tweede helft zie je, ik ben vermoeid. Toch technisch blijf ik het goed doen. Dus ik denk het was een stukje concentratie. En eigenlijk mag het niet gebeuren. Van mezelf niet, maar ook het hele team ook niet. Ja, ik benoem jou vaak bij mij ook in de podcast, omdat ik ontzettend gecharmeerd kan zijn van jouw spel. Ja. In de rust, we begonnen weer na de rust, dacht ik, die Soontje Hansen, ik weet niet, ik ga er denk ik niet veel positief over zetten. Ja. En toen pakte je die bal op en toen zei ik, let op, nu gaat hij scoren. Wat gebeurde er? Ja, wij hebben beelden voor de wedstrijd. En ik wist dat hun deze variant hadden. Dus wat ik deed, was ik pakte hem een beetje naar links. Dat hij het gevoel had om hem in te spelen. En ik had het geluk dat hij een verkeerde aanname had. En toen dacht ik ga er gewoon voor. Ik wist niet wie er links van me was, rechts van me. Ik zag alleen één speler en ik dacht gewoon 1-op-1 actie. En ja, volgens mij draaide hij niet echt goed om. En toen nam ik hem een beetje in de ruimte mee. En keeper kwam uit. En chipte ik hem over de keeper heen. Of naast de keeper. Ja. We moeten blij zijn, Soontje Hansen heeft 90 minuten gespeeld. Ja, klopt. Dus daar zijn we zeker blij mee. En hij heeft het ook goed gedaan. Hij maakt een goede goal. En zo door de wedstrijd heen kijkend, hè, Utrecht staat tweede. Ik denk dat we een moeilijke start hadden, dat ze ons goed onder druk zetten. Daar hadden we wel moeite mee in de eerste helft. Dan hebben we de tweede helft de stroom iets meer van ons afgooiden. Sorry. En dan zie je ook dat we gevaarlijk worden. Dan zijn we ook goed aan de bal. Dus gedurende de wedstrijd hebben we ons denk ik wel verbeterd. Maar nogmaals, details beslissen wel of jij je punten haalt of niet. Nog gefeliciteerd. Dat waren je eerste 90, volle 90 minuten bij NEC. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Super trots. Echt dank ook aan heel veel stafleden. Reinier die heel kort achter mijn kont aanloopt. En ik ben er echt trots aan dat ik die 90 minuten heb gehaald. Volgende week Ajax. Yes, wel goed. Toch nog iets positiefs wat hij mee kan nemen hè, richting huis, Soontje Hansen. Zijn eerste volledige 90 minuten in het shirt van NEC. En wij kijken dan langzamerhand vooruit richting volgende week, want dan komt Ajax hier op bezoek in de Goffert. Daar gaan we komende week op voorbeschouwen. Maandag natuurlijk weer een nieuwe podcast gaan we zeker over deze wedstrijd hebben. Vooruitblikken ook op de volgende. En ik kom met een extra NEC-update morgen. Maandag komt een NEC-update over het standbeeld van onder andere Saïd Visser en Frans Jansen. Daar later meer over. En volgende week natuurlijk weer zeker de voorbeschouwing in de NEC-update. Dus graag tot de volgende.